een week of vier ben ik nu in Overvecht. En het is, voor wat ik nu zie, een wijk waar heel veel verschillen zijn. Maar ook zo vreselijk veel overeenkomsten. Want deze week sprak ik vooral veel heren die eigenlijk allemaal maar één ding willen. En dat is dat het goed komt met die wijk. En dat willen ze met discipline, dingen leren en met heel veel liefde. Dag, ik ben Margreet. Ik dacht, er staat buurtkamer. Ik kan hier wel een beetje bijtrekken van de kou. Nou, gezien de omstandigheden buiten, dan mag je even komen schuilen bij ons. Nou, kom ik toch al best lang in het winkelcentrum. Ik had de buurtkamer nog nooit gezien. Nou ja, het valt misschien ook niet zo op. Maar inmiddels is het voor veel Utrechtenaren, dus in deze omgeving, wel een bekende hoek, hoor. Dus ja. Er zijn heel veel activiteiten hier. En wat zijn jullie voor clubje dan? Nou, we zijn eigenlijk, je hebt maar één voorwaarde, je moet in principe een oud Utrechtenaar zijn, van oorsprong. Ja. De meeste zijn overvechters, maar er zijn er ook bij, zoals mijn oude schoolvriendje. Die komt helemaal de kamer ik vanmorgen met de auto om hier toch bij te zijn. Door de storm des doods. Ik ben geboren in Utrecht. Hè? Geboren in Utrecht? Ja, ik ben hier geboren, dus ik blijf Utrechtenaar, hoor. Ja, en heeft u ook in Overvecht gewoond? Nee. Ik heb hier wel gevent met bloemen. Oh, wat en toen was het nog in aanbouw. Ja. En met de bloemenkaart. En toen waren er nog geen winkelcentrums. Nee. Dus dat verkocht wel. Ja. En u bent dus wel een echte overvechter. De 17 maart is dat 51 jaar. Jeetje. En dat betekent dat door mijn hart en mijn ziel natuurlijk op deze plek leggen. En niet alleen van mij, maar ook van deze mensen om me heen hebben datzelfde gevoel. Ja, mag ik handen? Wie komt er allemaal uit Overvecht? Ja, allemaal. Allemaal? Ja. Alleen u niet? Alleen ik niet. Nee. En 50 jaar? Ik heb het zien bouwen. Echt waar? Ik ben de eerste bewoner van Overvecht. Echt waar? Ja, was 60, hè? Dus was u een klein jochie? Ik was nog helemaal. Ja, nee, ik was 17 of 18. Ik heb hier ook een bedrijf gehad op Overvecht. Dus veel mensen kennen mij. Ja, wat voor bedrijf had u? De autorijschool. Autorijschool, ja. En dat heb ik al die jaren heb ik hier gehad. Ja. En nou doet mijn dochter dus. Oh, wat leuk. Dus je rijschool is gewoon door blijven gaan. Ja, u heeft de wijk wel zien veranderen in al die jaren. Ja, ten goede en ten kwade. Zullen we bij het goede beginnen? Nou, het is het is gewoon een prettig wijk om te wonen. Ja. Veel groen. En het is gewoon een fijn wijk. Ja, ik heb het helemaal aan mijn zin. Ja. En dan heel voorzichtig ten kwade? Ja. Dat is eigenlijk de rommel die we krijgen op Overvecht. En we zijn een beetje angstig voor die auto. Die auto's in de fik gestoken worden. Ja, dat snap ik. En ik discrimineer dus niet. Maar ik zie wel dat een bepaalde groep is waar we toch een beetje problemen mee hebben in Overvecht. Wat zouden we of wat zouden ze daar nou aan moeten doen? Lief zijn. Lief zijn. En ze, net als mij vroeger, een druim de oren geven als ze niet goed doen. Want dat hebben ze nodig. Dat heb ik vroeger ook al gedaan, hoor. Ja. Ik was ook niet een lieve instructeur. Ik door zijn zusters een keer te zeggen dat ze het vuil deden. Maar die politie kan het alleen maar doen. Voor hun. Ze hebben overal maling aan. Ja. Maar voor de politie hebben ze nog een beetje respect. En ik denk dat de politie wat meer bevoegdheid moet krijgen. Ik woon hier op die Oporendreep. Bij mij zijn ze schietend voor de deur langsgekomen. Ja. Oh, dat is de schietpartij. Ze zijn al schieten bij ons voor de deur langsgereden. Een van onze buren die we goed kennen was getroffen. Hebben een gigantische impact gehad. Maar wat voelt u als er bij u in de straat geschoten wordt? Dan voel je natuurlijk heel gekwetst. Weer bij ons. Hè? Ja. Dat is de eerste spontane reactie die je krijgt. Ja, weer Overvecht. Weer Overvecht. En als je dan iets verder bent en die kan het wat iets beter relativeren. Dan kan je zeggen, ja, het was niet tegen onze wijk. Het was gewoon een incident. Want de dag erop was Rotterdam bijvoorbeeld aan de beurt. Ja. Maar het gebeurt wel allemaal in onze wijk. Ik geloof dat er al drie liquidaties zijn geweest. Hè? Allemaal op plekken waar mensen wonen, waar kinderen spelen. Nou goed, sommige mensen zijn van, bijna van God verlaten. Men, dat de criminaliteit is, daar hou je niet tegen. Maar dat men dus al zover is en dat baart ons zorgen.
Word je er boos van? Zo van, dit is mijn wijk. Nou, je hoort het denk ik wel aan mijn stem. Niet alleen boos, maar ook emotioneel. Ja. He, en dat is zo ontzettend jammer. We wonen nog steeds in de prachtwijk. We hebben de groenste wijk. Maar als ik hier weer ben geweest met onze groep van wijze oude mannen, dan kom ik weer helemaal opgetuigd weer thuis. En dan heb ik weer zat in mijn vrouw te vertellen straks. Worden hier ook activiteiten georganiseerd voor allochtone buurtbewoners? De deur staat wagen wij open voor alle initiatieven van welke afkomst dan ook. Voor alle duidelijkheid. Ja. Als je denkt dat hier een soort blanke hut gaat worden. Enclave. Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Een van mijn buurjongens is Ilias. Ilias is 14 en die komt heel vaak naar ons toe om te vertellen over zijn dag en over het leven hier in Overvecht. En een van zijn grote hobby's is worstelen. Dat doet hij 3 keer in de week en hij had ons al eens uitgenodigd om te komen kijken. Gaan jullie mij weer interviewen? Net of... Nee. Maar wel filmen, hè? Wel filmen. Kom, zal ik je even helpen? Dit is wel een hele grote mat voor jou, hè? Ja. Maar weet jij waar die moet? Helemaal goed. Ik ben Nisa, ik ben 11 jaar. Vannacht ben ik in de worstel. Vannacht ben ik in de buurthuis van Utrecht. Hou er rekening mee vandaag. Ik zie heel slecht. Ik heb mijn lenzen niet in. Dat ik op 2 weken mijn ogen ga laseren. Ik heb eerst controle. Rood is superman. Dus hou rekening mee dat ik heel slecht zie. Maar hun zijn mijn ogen. Dag. Ik ga elkaar niet uitlachen. We gaan niet stoer doen. Ter alle tijden. Ik heb altijd gezegd, blijf jezelf. Moet je altijd meenemen. In het leven ook. Blijf jezelf. Je moet niet veranderen voor iemand. Want als je zo zegt, dan ben je eigenlijk nep. Als je iemand anders gaat nadoen en je ziet, vooral als je slechte dingen doet. Dat is kopie. Je hebt origineel en je hebt kopie. Kopie is weinig waard. Goed je dingen doen. Goed worstelen, goed luisteren. Ja, daar gaan we. Kom. Schil op onze plek. Dribbel, kom op. Ja, dribbel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Oké, we gaan een plan checken. Vanuit de grote plek. Plank. Dan ga je met je voeten over en dicht, ja? Kom, gaan we 20 doen. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Hey, wat doe je met ze? Ze zijn als was in je handen. Wat ik met ze doe? Ik geef ze worstelen. Maar ik geef ze ook gelijk plezier in het leven, om het zo te zeggen. Maar je bent ook wel streng, dus het kan ook zijn. Nee. Ik zie ze niet bang voor je zijn. Nee, dat is het juist. Je moet een balans vinden tussen dat ze van je gaan houden. Dat is stiekem bang voor je moeten zijn, om het zo te zeggen. Want kinderen, anders lopen ze echt over je heen en streng wordt erbij. Anders leren ze het niet. Nee. Ik kan wel lachen en spelen met ze, maar daar leren ze ook niks van. Maar ik hoor jou tussen de les door soms ook dingen zeggen die niet per se over worstelen gaan, maar inderdaad gewoon over het leven. Zoals? Je moet jezelf zijn. Je moet niet een kopie worden van iemand anders. Ja. Niet nep gaan doen. Ja, niet nep doen. Ja. Dat is gewoon iets wat je nu al eigenlijk in moet stampen. Want tegenwoordig ziet het dwars naar opkijken. Naar de verkeerde dingen. Naar drugs. Geld. Alles draait om geld in het leven. Dan kijken ze vooral naar op. Je moet een dikke auto hebben, anders hoor je er niet bij. Je moet dure kleren hebben, anders hoor je niet bij. Maar dat is niet alleen voor Overvechten. Dat is eigenlijk voor alles. Dat is echt een levensles. Ja. Is het. Ja. En die geef ik gelijk ook mee, vooral in een wijk als Overvecht. Overvecht staat niet heel goed op het kaart, om het zo te zeggen. Ongezondste wijk van Nederland, 2017. En ik probeer het naar een ander niveau te tillen, qua in positieve zin. Dus ik probeer kinderen uit de buurt te halen en ze te vertellen waar het leven om draait. Dat niet alles om geld draait, dat niet alles, zoals ik net zei, om een dure auto, dat je daarvoor status moet hebben. Dus ik geef ze ook meer dan alleen sport. Ik praat ook met ze dagelijks, soms game ik ook zelfs met ze. Puur het feit van dat je ze bij elkaar houdt. Het is gewoon zo gevoelig hier. En daarvoor wil ik ze met de juiste liefde, met de juiste woorden en aantrekkingskracht wil ik ze ervan afhouden. Het talent ontdekken in een kind is het allerleukst. Want vooral als sommige kinderen zitten niet eens op sport. Ja. Maar ze hebben zoveel talent. Ik heb pas geleden nog een paar
heb ik zelfs uit de bakker gehaald. Was ik dan even geen keer eten halen. Ja. Zegt hij, doe je al sport? Zegt hij, nee. Zeg, ben je een beetje sterk? Zegt hij, ja. En dan kom even een keertje mee worstelen. En je weet, vind je het wat? Kom ze mee. En ja, gaat een nieuwe wereld voor ze open. Daar zie ik hier twee meiden. Is dat bijzonder? Twee meisjes die worstelen? Nee hoor, want je hebt meiden in de top zitten. Ja? Die kan je kapot gooien, om het zo te zeggen. Ja. Maar die wil geen risico hebben hoor. Ook met een paar van mij hoor. Ik heb een paar pittige dames tussen. En ze doen het supergoed. En ze ook, zij vinden het leuk. Wat een fantastische groep kinderen heb je hier. Zeker, we zijn er helemaal trots op. Ja. Zeker leuk. Ja. Van echt inimini? Ja, van 4,5 hebben tot bijna 15. Waarom zijn jullie begonnen? Waarom? Ik heb een passie voor sport. En Adam is een sporter, eigenlijk vanaf zijn... Adam is jouw zoon, hè? Is mijn zoon. Adam is mijn zoon, vanaf 3 jaar. Hij was zo sportief, zo atletisch, zo lenig. Als baby eigenlijk. Eerste maand begon hij al te draaien. 3 maanden begon hij al bijna te kruipen. Het was supersnel, eigenlijk met 3,5 gelijk heb ik mijn peutergym. En gelijk zeiden ze, met dit jongen wordt wat. Hij heeft heel veel geturnd en daarna ook boksen gedaan. Uiteindelijk wou ik dit worstelen ingaan. Hij heeft gelijk heel veel wedstrijden gewonnen. Hij kwam in Duitse competitie, waar hij elke week eigenlijk reisde, samen met mij. Ik ben altijd aan zijn zij. En de passie die we hebben voor sport. En toen hij 16 was, toen zei ik, waarom ga je niet eens met worstelen doen? En die kinderen hier in de buurt. Het is iets nieuws, hè? Onbekend voor heel veel ouders en kinderen. En als je zegt worstelen, dan denkt ze gelijk aan dat kooiworstelen, dat je elkaar omhoog gooit en dan gelijk bam, op elkaar springt. Ja. Dan denkt ze, worstelen. Nee, maar dat, terwijl worstelen is echt meer, je pijnigt elkaar niet. Dat is meer, je gebruikt kracht en techniek. Ja. Maar je ziet dat het gewoon hartstikke goed gaat. Ja. Vooral met Adam. Ik weet niet wat hij doet, hij betovert ze gewoon. Ja. Nou hoor je vooral oudere mensen hier in de wijk nog wel eens zeggen, die jeugd hier, dat wordt nooit wat. Nee, ik geloof erin. Ik geloof in de jeugd waar mensen zeggen, die wordt nooit wat. Ze hebben juist begeleiding nodig, het wordt zeker wat. Omarm ze en dan zul je zien hoe ze gaan bloeien. Jullie zijn afgelopen zomervakantie officieel geworden. Je knapt nu al bijna uit je voegen. Ja. Hoe trots ben jij? Trots is nog zacht gezegd. Ja. Ik ben in de zevende hemel, om het zo te zeggen. Het is een beetje eng aan het worden. Zo druk is het. En we doen het zo supergoed. De kinderen doen het goed. En hoop op alleen maar betere resultaten. En een mooie toekomst natuurlijk. Je kan uitbreiden, meer leden. Iedereen is welkom. Kom langs. En geniet van het sport worstelen. En van meester Adam. Jullie doen mooie dingen. Goed man, dankjewel. Graag gedaan.